Erik van Oosterhout is nog maar een paar maanden burgemeester van Emmen. Maar ook voor hem is de laatste plaats in de atlas van gemeenten geen verrassing. Wij Emmen zijn al jaren de hekkensluiter van de atlas. En wat ons betreft blijven we dat ook gewoon. En ik weet zeker dat veel gemeenten ons daar dankbaar voor zijn. Het lijstje dat bestaat uit een aantal hele harde dingen. Neem bijvoorbeeld, je scoort als een historische binnenstad. Nou, we hebben alles in Emmen, maar we hebben geen historische binnenstad, dat klopt. Maar ik zet er wel even een ander lijstje naast, dat heeft u ook gezien. Dat gaat over hoe gelukkig zijn de mensen in Nederland. En op dat lijstje staat Emmen aanmerkelijk hoger dan de laatste plaats. We staan er op de 16e plaats van 50 gemeenten. Dus wat dat betreft staat hier een heel gelukkige burgemeester. Die lijstjes zijn best bijzonder, want ondanks dat Emmen de minst aantrekkelijke gemeente is, scoort de gemeente hoog in het lijstje van gelukkigste mensen. En meer gemeenten hebben daar last van. Rotterdam bijvoorbeeld. Daar zijn de mensen het minst gelukkig, maar de stad scoort qua aantrekkelijkheid toch een stuk beter dan Emmen. Zouden de mensen van de Atlas hun criterialijstje niet gewoon moeten aanpassen? Dat denk ik wel, want het gaat over meer dingen. Geluk gaat niet over de aanwezigheid van bijvoorbeeld een historische binnenstad of dat je iets dichter bij een ziekenhuis bent. Ik geloof dat het ook over andere dingen gaat. Het gaat over rust, het gaat over veiligheid, het gaat over hoe mensen met elkaar omgaan. Dat is allemaal veel lastiger te meten, maar volgens mij vele malen belangrijker dan dat ik even wat verder moet reizen naar een bepaalde voorziening. Ook volgend jaar zal Emmen weer onderaan de lijst bungelen. Want volgens burgemeester van Oosterhout kan hij Emmen niet omtoveren tot Costa del Emmen. Of het universitaire ziekenhuis in Groningen bewegen om te verhuizen. Het idee om een deel van Duitsland in te pikken voor een centralere ligging, dat lag iets te gevoelig. En een nieuwe historische binnenstad bouwen, dat is ook te hoog gegrepen. Dus hebben we maar voor een nieuwe binnenstad gekozen. En wat voor een.